Een hele goede morgen allemaal. Ik ga even mijn spullen even netjes klaar. Ik heb er echt enorm naar uitgezien. om vandaag, deze dag, te mogen spreken. over één van de mooiste onderwerpen die er maar bestaan. En dat is het woord van God. Ik hou van het woord van God. Houdt u ook van het woord van God? Amen. En wat we vandaag gaan doen is. We gaan schatgraven. Of eigenlijk, beter gezegd, deze, ja, deze preek is eigenlijk bedoeld als een, als een aansporing, als een bemoediging om te gaan schatgraven in het Woord van God. En ik weet niet of dat u het beseft, maar ik besefte het mij tot een aantal uh, maanden geleden niet. Maar dit woord, de Bijbel, dat is een wonderboek. En ja, er staan heel veel wonderen in en dat maakt het boek alleen al tot een wonder, maar dat is niet wat ik bedoel. Dit boek, het woord van God wat u in uw hand heeft, is een wonderboek en waarom is het een wonderboek? Omdat het op een hele bijzondere manier tot stand is gekomen. Dit boek, de Bijbel, is geschreven in een periode van ongeveer 1500 jaar, het bestaat uit 66 boeken. Is geschreven door veertig verschillende schrijvers, vanuit verschillende generaties, in drie verschillende talen en vanaf drie verschillende continenten. En ondanks dat is het één samenhangend geheel. Het sluit allemaal op elkaar aan. En dat komt door één samenbindende factor, en dat is God zelf. Dat is de Heilige Geest. Want hij heeft die 40 schrijvers geïnspireerd om het woord van God op te schrijven in de Bijbel. Als God daar niet bij betrokken was geweest, dan was het een onsamenhangend boek geweest. Maar dat is niet het geval. Want het is één geheel, het is een compleet geheel, en dat komt door God. En dat is iets om je over te verwonderen. Iedere dag weer opnieuw. En toen ik dat besefte, toen werd ik nog, nog enthousiaster over het woord van God. En ik hoop dat u daar ook enthousiast over bent. En um, het is vandaag een themapreek. En dat betekent dat we met elkaar stilstaan bij uh, de tekst die dit gemeenteseizoen centraal staat. En die staat in 1 Petrus 1, vers 15 tot en met 16. En er zijn meerdere sprekers al uit de gemeente geweest die over dit gedeelte hebben gesproken de afgelopen maanden. En dit is de, de laatste serie in die. Uh, ja, in die, in die prekenserie. Of de laatste preken in die serie, zo moet ik het eigenlijk zeggen. En ik wil met u lezen uit het woord van God. 1 Petrus 1, vers 15 tot en met 16. En daar staat dit. Maar zoals Hij, dat is God, die u geroepen heeft heilig is... wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven... Wees heilig, want ik ben heilig. En wat ik wil doen vandaag deze ochtend. is de focus leggen op het laatste gedeelte, namelijk vers 16. Daar staat: Want er staat geschreven. Dus er wordt verwezen naar het geschreven woord van God. Wees heilig, want ik ben heilig. En ik wil nu een aantal gedeeltes uit het woord van God met u lezen. die gaan over het woord van God. En dan gaan we daarna daar verder op inzoomen. Hebreeën 4, vers 12. Daar staat dit. Want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest van gewrichten en merg en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. Romeinen 10 vers 17 zegt dit. Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. En Jesaja 55 vers 10 tot en met 11 zo mooi. Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarin niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter. Zo zal mijn woord zijn dat uit mijn mond uitgaat, het zal niet vruchteloos tot mij terugkeren. Maar het zal doen wat mij behaagt en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waar ik het toe zend. En Psalm 119, vers 89 en vers 105. Voor eeuwig, heren, staat uw woord vast in de hemel. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. En Jezus zegt in Matthäus 4, vers 4. Een mens leeft niet van brood alleen, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. En 2 Korinthe 1, vers 20, zo mooi. Immers, zoveel beloften van God als er zijn. Die zijn in Hem, in Jezus, ja en in Hem, amen, tot verheerlijking van God door ons. En het laatste gedeelte uit het Woord van God, Efeze 6, vers 17. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods Woord. Tot zover. Ik wil met u teruggaan in de tijd, naar het jaar 1848. Dat was het jaar waarin de goudkoorts uitbrak in Amerika. En iedereen was op zoek naar goud en er werd veel goud gevonden. En er waren in die tijd twee neven. En die twee neven die kochten een stuk grond in Colorado. En zij begonnen daar te graven en te gaan zoeken naar goud. En na enkele maanden, en uh, nadat ze ook wat uh, geld ook hadden geleend om daarmee materiaal aan te schaffen, hadden ze een mijn gemaakt. En door middel van die mijn hadden ze een goudader gevonden in dat stuk grond. En ze begonnen goud te delven uit, euh, ja, uit dat stuk grond. En ze gingen een nog grotere schuld aan om nog meer groot materieel aan te schaffen, om nog meer goud uit die grond te gaan halen. En nadat ze maanden bezig waren geweest en heel veel goud uit de grond hadden gehaald, brachten ze het naar een smelter. En deze smelter die bevestigde aan deze twee neven. Dat zij een van de beste mijnen hadden uit de omgeving. En ze gingen door met dat proces van het delven van goud, maar van het een of andere moment stopte die goudader. En ze deden echt verwoede pogingen om goud uit de grond te halen. en om te onderzoeken waarom die goudader nou ineens stopte, maar ze kwamen er niet achter. En ze probeerden op andere plaatsen in die in de buurt van die mijn ook goud uit de grond te halen, maar dat lukte niet. En ze raakten ontmoedigd. En wat ze vervolgens deden, ontmoedigd dat ze waren, ze verkochten een stuk grond en al hun materiaal voor slechts 200 dollar aan een nieuwe koper. En deze nieuwe koper, die schakelde een expert in. En die liep door die expert het land inspecteren. En die expert die bevestigde aan deze nieuwe koper: er zit veel meer goud in deze grond dan alleen maar die goudader die die twee neven hadden gezien. En deze expert die, die kwam er wel achter waarom die goudader was gestopt. Hij was namelijk op een breuklijn gelopen en daarom stopte die goudader. En hij adviseerde deze nieuwe koper om echt een stuk verder vanaf die, die mijn te gaan graven. En dat is wat hij wat ging doen. En hij ontdekte een nieuwe goudader. En deze man die werd echt ja, schat hemeltje rijk. Hij ontdekte de jackpot. En de les uit dit verhaal is dat het zo ontzettend jammer is dat die twee neven te snel gestopt zijn. Terwijl ze zo ontzettend dichtbij waren. Ze hadden te snel opgegeven. En als het gaat om schatgraven in het woord van God. En dan preek ik ook tegen mezelf. Dan denk ik dat heel veel christenen, dat wij als christenen veel te vaak en te snel opgeven in het lezen en het onderzoeken en het tot ons nemen van het woord van God. En als bijbellezen saai is geworden, dan zou het wel eens kunnen zijn dat we te snel opgeven. Terwijl we heel dichtbij zijn om een van de grootste goudaders. En een van de grootste geestelijke schatten te ontdekken die er maar te, die, die er maar te vinden zijn. Dat is het woord van God. En ik geloof dat de Bijbel een goudmijn is. Dat de Bijbel enorm veel goud, geestelijk goud bevat. En ik wil je bemoedigen. Ik wil je echt bemoedigen om weer opnieuw te gaan schatgraven in het woord van God. En ik wil je de volgende tekst meegeven uit Spreuken 2, vers 1 tot en met 6. Daar staat dit. Mijn zoon, als je mijn woorden aanneemt en mijn geboden bij je opbergt, om je oor achter te doen slaan op de wijsheid, als je je hart neigt naar het inzicht, ja, als je roept om het verstand, je stem laat klinken om inzicht, als je het zoekt als zilver, als je het naspeurt als verborgen schatten, dan zul je de vrezen des Heren begrijpen, dan de kennis van God vinden. De Heer geeft immers wijsheid, uit zijn mond komen kennis en inzicht. De Bijbel bevat goud. En als wij erin gaan graven, dan gaan we ook goud vinden. Maar zoals het in het natuurlijke is, dat als je iets waardevols wilt verkrijgen zoals goud, daar zul je moeite voor moeten doen. Daar zul je tijd voor in moeten investeren om dat goud uiteindelijk te vinden. Maar het goud is er. En weet je wat het mooie is, wat spreuken 2 ons um, belooft? Dat is dat als wij gaan schatgraven in het woord van God, weet je wat je dan verkrijgt? Dan verkrijg je de vrezen des Heren. En de vrezen des Heren is één van de belangrijkste dingen in het leven van een discipel van de Heer Jezus. Want de vrezen des Heren, daar zou je meerdere preken over kunnen geven. Dat is zo'n ontzettend mooi onderwerp. Dat ga ik niet doen. Maar de vreze des Heeren is in ieder geval niet dat je bang bent voor God. Want angst voor God leidt altijd tot afstand. En dat is niet de bedoeling, want God wil juist dichterbij komen. En hij wil ook dat jij dichterbij bij hem komt. Maar de vreze des Heeren, en daarmee doe ik geen recht aan, aan dat begrip. Maar de vreze des Heeren is diep ontzag voor wie God is. Diep respect, diepe eerbied voor God. Dat je gaat haten wat hij haat. Dat je gaat liefhebben wat hij liefhebt. En dat je. Hem de hoogste plaats geeft in je leven. Dat is de vrezen des heren. En weet je waar de vrezen des heren uiteindelijk tot leidt, zegt Spreuken 2, tot de kennis van God. En de kennis van God, daarmee wordt niet alleen bedoeld theoretische kennis. Nee, het gaat veel dieper. Het gaat zo diep, het kennen van God van hart tot hart. Dus niet van horen zeggen. Nee, dat je God echt gaat leren kennen. Dat, je, hem, dat er intimiteit is. Dat is wat er staat. Dat is toch een mooie, mooi vooruitzicht, of niet? En de God, het woord van God wijst ons altijd op de God van het Woord. Als je gaat schat graven in het woord van God, weet je wie je dan gaat ontmoeten, je, wat je dan gaat ontdekken, de grootste schat die er is, dat is God zelf. Die ga je dan ontdekken. En ik wil je ook bemoedigen: in die zin dat zoals die nieuwe koper een expert inschakelde, zo hebben wij ook een expert. Die ons bijstaat, een helper, een leraar, die jou en mij wil begeleiden om de grootste schatten die in het Woord van God verborgen zijn te gaan vinden. Dat is de Heilige Geest. Kijk maar in Johannes 16, daar wordt de Heilige Geest beschreven als een leraar die ons wil onderwijzen in datgene wat de Heer Jezus ons geleerd heeft. Dus we staan er niet alleen voor, want de Heilige Geest die wil ons helpen om die schatten te vinden en te ontdekken. En als je de Bijbel gaat lezen... samen met de Heilige Geest... Oh, dan, dan wordt Bijbel lezen... Dat, dat is geen saaie bedoeling meer. Dan wordt het iedere keer om iets naar uit te kijken. Een voorbeeld daarvan vinden we in Lukas 24. Het, het laatste deel van Lukas 24. Misschien ken je het verhaal wel. De Emmausgangers. Dat waren twee volgelingen van Jezus. En de Heer Jezus die was gestorven aan het kruis. En inmiddels waren de drie dagen voorbij gegaan. En deze Emmausgangers... Die die waren op weg richting Emmaus, Ze waren ontmoedigd, ze waren verdrietig, want hun messias, hun verlosser, die was gestorven aan een kruis. En dan op een gegeven moment, dan komt er een man, komt er naast hen lopen, en dat is Jezus. Maar zij zien niet dat het Jezus is. En weet u wat de Heer Jezus gaat doen? Hij gaat de schriften voor hen openen. En hij gaat zichzelf openbaren vanuit het woord van God, vanuit de schrift aan hen. En hij laat hun dingen zien vanuit de schrift die ze nog nooit gezien en nog nooit gehoord hadden. En als ze dan op een gegeven moment aan tafel zitten in Emmaus, dan zien ze ineens dat het de heer Jezus is. En dan is de heer Jezus ineens weg. En weet je wat ze dan tegen elkaar zeggen? Dat is zo ontzettend mooi. Dan zeggen ze tegen elkaar, was ons hart niet brandende toen hij de schriften voor ons opende. Dus wat gaat er gebeuren als je gaat schatgraven in het woord van God? Dan gaat je hart in de fik staan. Dan gaat je hart in vuur en vlam staan voor God. Wie wilde dat zijn hart in vuur en vlam zou staan voor God? Amen. Ik verlang daarnaar. Maar gaat je echt je hart in vuur en vlam staan voor Hem? Want het woord van God is zo rijk. Het woord van God is zo compleet. In Hebreeën 4, vers 12 staat het woord van God is levend en krachtig. Dus het woord van God bevat leven. Het woord van God is leven. Het woord van God brengt al dat iets tot stand. Het woord van God is zo krachtig dat als God iets spreekt, dan gebeurt het. Kijk maar naar de schepping. God zei, laat er licht zijn en er was licht. Zo ontzettend veel kracht zit daarin. En als je gaat kijken in de grondtekst en je gaat kijken bij het woord krachtig, dan gaat het over energiek. En dat geeft het beeld dat het woord van God geladen is met intense energie, met intense uitwerkingskracht. Als God iets zegt, als God iets spreekt, dan gebeurt er wat. Dan gebeurt er altijd wat. En Gods Woord dringt diep door, tot in onze ziel, tot in onze geest. En Jezus zegt in Johannes 6, vers 63, Mijn Woord is geest en leven. De Heilige Geest en het Woord van God die horen bij elkaar. Die kun je niet van elkaar scheiden. Er zijn mensen die zich alleen focussen op de Heilige Geest. en op de uitingen van de Heilige Geest. en die laten het woord van God links liggen. En er zijn ook mensen die zich alleen focussen op het woord van God. maar de Heilige Geest links laten liggen. Maar het is en en, lieve mensen: en en. Woord en geest. Want de Heilige Geest is de geest van de waarheid. En het woord van God. Is de waarheid. Je kunt ze niet scheiden van elkaar. Het is de rails waarop de trein rijdt. En je hebt allebei nodig. Je hebt de Heilige Geest nodig om het Woord van God te openbaren. En hij gaat je laten zien welke schatten er te vinden zijn in het Woord. Maar het is en en. En het Woord van God is ook zo mooi. Je zei in 55. Het Woord van God keert nooit ledig terug. Het brengt altijd vrucht voort. Altijd. En Psalm 119, Gods woord staat voor altijd vast. Het is waar. En alleen die kenmerken al van het woord van God, dat maakt je toch enthousiast of niet? En misschien denk je, ja, maar wat is dan, wat is dan de noodzaak om het woord van God te lezen? Misschien dat je toch nog wel denkt: van ja, maar waarom zou ik het woord van God lezen? Waarom zou ik het woord van God tot me nemen en overdenken? Nou, ik wil je een aantal redenen geven. En daar ben ik zeker niet compleet in, maar deze reden wil ik je meegeven. Deze, de eerste twee zijn deze: de Bijbel, het Woord van God, is een heel belangrijk onderdeel van discipelschap, want het Woord van God is ons gegeven om ons instructies te geven hoe we een heilig leven leiden, hoe we meer op de Heer Jezus gaan lijken. Kijk maar in 2 Timootjes 3, vers 16 tot en met 17. Het is gegeven om ons op te voeden, om ons te verbeteren, om ons te corrigeren. En het hoort echt bij discipleschap. Want weet je wat een discipel is van Jezus? Ik geloof dat we hier allemaal zitten als discipelen van Jezus. Want een discipel van Jezus is iemand die de Heer Jezus wil volgen, die de Heer Jezus gehoorzaam wil zijn, die trouw is aan het woord van de Heer Jezus, die zijn wil wil doen. Die wil vol wil zijn van het woord van God. Die leeft vanuit het woord van God. En weet u, in Matthäus 28, daar gaat het over de grote zendingsopdracht. Jezus geeft daar de grote zendingsopdracht aan zijn discipelen. Maar wij zijn ook zijn discipelen. En weet u wat Jezus daar zegt? Maak alle volken tot mijn discipelen. Doop hen en onderwijs hen. In datgene wat ik u geboden heb, in datgene wat ik u onderwezen heb. Dus het is aan ons de taak om onderwezen te worden in het woord van God. En om ook de volken om ons heen, de mensen om ons heen, te wijzen op de Heer Jezus en te wijzen op Zijn woord. Dus het is enorm belangrijk onderdeel van discipelschap. Je kunt dat niet van elkaar scheiden. En weet u, de geboden die de Heer Jezus aan ons heeft gegeven het woord dat hij aan ons heeft gegeven dat heeft hij gegeven aan ons als bescherming dat heeft hij niet gedaan om ons dwars te zitten nee hij heeft het gegeven als bescherming aan ons want hij weet dat wij in geestelijk oorlogsgebied leven en dat we te maken hebben met een vijand die uit is op onze vernietiging een goede vader Stelt altijd kaders, stelt altijd grenzen waarbinnen je kunt bewegen. Dat is ook wat God heeft gedaan door middel van zijn woord. Ik zal je een voorbeeld geven. Probeer je eens voor te stellen dat je op een heuvel staat en dat er voor je een heel uitgestrekt land ligt. Maar dat land ligt helemaal vol met landmijnen. En je krijgt van iemand een kaart. En op die kaart staat beschreven waar alle landmijnen liggen. Wat ga je dan doen met die kaart? Zeg je dan van, ja joh, ik heb, het, ik, ik, ik heb het veel te druk met mijn social media op mijn telefoon. Ik kom over een paar uur, kom ik er wel even op terug en dan ga ik wel even kijken op die kaart. Of misschien zeg je wel van, nou weet je, euh, ja, dat is allemaal heel erg mooi, die kaart. Maar pooh, ik, ik heb gewoon de komende week, heb ik het zo druk euh, met mijn carrière. Ik heb het zo druk met mijn studie. Ik heb het zo druk met mijn werk, met mijn zaak, met mijn onderneming. Ik kom er gewoon niet aan toe. Wat gaat er dan gebeuren? Dan ga je geheid op een landmijn stappen. En dan is het gewoon einde oefening. Maar wat zou je moeten doen met die kaart? Bij iedere stap die je zet, moet je goed gaan kijken op die kaart. Of je je voet daar wel kunt zetten. En of er geen landmijn ligt. En weet u, daarom staat er in het woord van God in Psalm 119. Uw woord is een lamp voor mijn voet en is een licht op mijn pad. Daarom hebben we het woord nodig. God heeft het woord van God gegeven als bescherming voor ons, zodat je kunt zien waar de landmijnen liggen. En zodat je er niet op gaat staan. En de derde reden waarom God Zijn woord aan ons heeft gegeven, is dat het geestelijk voedsel is. Kijk, op het moment dat jij en ik je leven aan de Heer Jezus hebben gegeven en in Hem zijn gaan geloven, wat is er toen gebeurd? Dan ben je opnieuw geboren. Dus is je menselijke geest is tot leven gewekt. Je bent opnieuw geboren. Je bent levend gemaakt door de Heere God. En onze menselijke geest heeft honger. En God heeft voorzien in voedsel. En dat is het woord van God. Dat is het woord van God. Dat heb je nodig om te gaan groeien van een babytje naar een kind en van een kind naar een zoon en dochter, een man, een vrouw in het geloof. Gods woord is een bron van kracht voor ons. En het zou onderdeel moeten uitmaken van ons geestelijke dieet. Want we hebben het echt nodig. Jezus zegt niet voor niets in Matthäus 4, vers 4. Een mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat uit de mond van God komt. Ieder woord. Hier staat niet kwam, maar ieder woord dat uit de mond van God komt. Komt. Dus God spreekt vandaag de dag nog steeds. En als je samen met de Heilige Geest het Woord van God gaat lezen, dan gaat Hij Zijn licht op het Woord van God laten schijnen. En dan gaat Hij je de dingen die je niet begrijpt, gaat Hij je leren en in onderwijzen. Maar hoe zou jij je voelen als je maar één keer in de maand een hele kleine maaltijd eet? Hoe zou je je dan lichamelijk gaan voelen? Dan ga je je ontzettend moe voelen, dan ga je ontzettend zwak worden, dan ga je misselijk worden en dan ben je dus niet in staat om te functioneren. Niet in staat om met tegenstand om te gaan. En weet u, de vijand waar wij mee te maken hebben, die wil heel graag dat wij het woord van God links laten liggen. Dat we er niet uit lezen, want als we er niet uit lezen en als we het ook niet tot ons nemen en ons eigen maken, wat gebeurt er dan? Dan groeien we niet en dan blijven we geestelijk zwak. En dan zijn we echt een hele eenvoudige prooi voor Hem. Daarom heeft Hij het ons gegeven als een bron van kracht. Om er vanuit te eten. Om er door te groeien. En de laatste reden is dit. En die heb ik eigenlijk al gegeven. Als wij gaan schat graven in het woord van God. Ga je de grootste schat ontmoeten die er is. En als God zelf. Dan ga je ontdekken wie God is. Niet van horen zeggen, maar van hart tot hart. Dan ga je ontdekken dat God wijs is, dat hij onbegrensd is, dat hij onmetelijk is, dat hij onbeperkt en groot en geweldig is in kracht, dat hij almachtig is, dat hij alwetend is, dat hij alomtegenwoordig is, dat hij soeverein is, dat hij heilig, heilig, heilig is, dat hij trouw is, dat hij goed is, dat hij liefdevol is, dat hij de drie-eenheid is, de verlosser is, de vader is, dat hij nooit verandert. Dat hij eeuwig is, dat hij genadig is. En dit lijstje is geen compleet lijstje, want God is veel meer dan dit lijstje. Maar alleen al deze kenmerken, deze eigenschappen van God. Wauw, als we dat gaan beseffen. Als we daar mee gevoed en mee gevuld worden. dan zullen we niet zo snel meer misleid. En niet zo snel meer geïntimideerd worden door de omstandigheden van het leven of door onze vijand. Weet u waar de vijand op uit is? Om jou en mij een verkeerd beeld te geven van wie God is. En dat doet hij al vanaf het begin. Kijk maar naar Adam en Eva. De duivel die zei tegen, tegen Eva: God heeft zeker wel gezegd dat je van geen enkele boom in deze tuin mag eten. Dat had God helemaal niet gezegd. God had gezegd: je mag niet eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Er was één boom. Waar ze niet van mochten eten. Maar niet. Het was niet zo dat God had gezegd dat ze. van alle bomen niet mochten eten. Maar de duivel, die zet hier het beeld neer. van God. dat God iemand is. die dingen achterhoudt. die dingen neemt in plaats van geeft. En God is precies het tegenovergestelde. Maar dat is hoe de duivel werkt. En Eva trapte erin. Eva trapte erin, die werd verleid. En daarom, lieve mensen. als wij het woord van God kennen sterker nog als wij de god van het woord kennen dan zullen we niet zo snel meer misleid worden. En daarom is de grote vraag: wat laten jij en ik meer spreken in je leven? Is dat zijn dat mensen? Is dat de vijand? Zijn dat de omstandigheden van het leven of is dat god? Is dat het woord van god? Als wij hem van hart tot hart gaan kennen, dan zullen we niet zo snel meer geïntimideerd worden door de vijand of de omstandigheden van het, van het leven. Maar laat jouw beeld van God bepaald worden door wat het woord van God zegt over Hem, over wie Hij is. Dat is wat de geloofshelden, de mensen uit de Bijbel ook deden. Als je kijkt naar de, de mannen en vrouwen uit het woord van God, die bouwden hun leven op het woord van God. Op de beloftes van Gods woord. Kijk maar naar Noach. Noach die ging een boot bouwen. terwijl het nog helemaal niet geregend had. En het zou nog heel lang gaan duren voordat het zou gaan regenen. Maar hij ging bouwen. Hij ging bouwen omdat God hem een woord had gegeven. En Abraham, die verliet zijn veilige thuishaven. En die ging naar bestemming onbekend. Waarom? Haalt een woord een belofte van God gekregen. Maar hij ging. Hij gehoorzaamde. En er is een keer iemand geweest die al Gods beloften heeft geprobeerd te tellen in het woord van God. Ik heb ze niet nageteld, maar deze man die kwam even afgerond naar boven op ongeveer 7500 beloftes die er in het woord van God staan. En dat is veel, dat is superveel. En God, die is niet alleen een God die beloftes doet, hij komt zijn beloftes ook na. En als je een belofte vindt in het woord van God, dan is die bindend. Want God houdt zich aan zijn woord. Als hij spreekt, dan gebeurt het. God zal, sterker nog, hij kan zijn beloftes niet breken. Want zijn beloftes zijn onomkeerbaar om wie God is. Want weet u God is trouw aan zijn woord. En nog mooier, lees maar in Titus 1 vers 2. En Hebreeën 6, vers 18, daar staat letterlijk, en ik heb me er ook echt over verwonderd en het raakte me, daar staat letterlijk, God kan niet liegen. God kan niet liegen. Dus dat betekent dat God nooit zal overdrijven. God zal nooit manipuleren. God zal nooit loze woorden spreken. Of smoesjes vertellen. Nee, nooit. Want hij is geen leugenaar. De vijand is een leugenaar. Maar Jezus, maar God zelf, is de waarheid en spreekt. De waarheid en de grote vraag is dus niet of God zijn beloftes nakomt. De grote vraag is of jij en ik en ik preek ook weer tegen mezelf, of jij en ik bereid zijn om ons leven te bouwen op het woord van God, op de beloftes van God. Bouwen wij ons leven op de rots, op Jezus en zijn woord, of bouwen we ons leven op zand? Dat is aan ons de keus, maar ik wil je bemoedigen met deze tekst uit 2 Korinthe 1 vers 20. Immers Zoveel beloften van God als ze zijn. En er zijn er veel. Die zijn in Hem, in Jezus. Ja voor de heiden. En in Hem, in Jezus, amen voor de Jood. Tot verheerlijking van God door ons. Dus al Gods beloften. Die zijn in Jezus. Ja en amen. Dat is een dubbele bevestiging. Een dubbele bevestiging. Dus als jij en ik een belofte vinden in het woord van God, dan staat die vast en is die zeker in Jezus. En het is een dubbele bevestiging. Dus God is niet een God die zegt ja aan de ene kant en nee doet. Nee, het is ja en het is amen. Dat is de kracht van het woord van God. En de onveranderlijke God, die doet onveranderlijke beloftes. Maar ook hier weer, de vijand is erop uit om de trouw van God, de betrouwbaarheid van God in twijfel te trekken. Maar laat je niet misleiden, want Jezus is de grote Amen. Staat in Openbaringen 3, vers 14. Jezus is de grote Amen. En daarmee wordt bedoeld dat Hij de grote bevestiger is, Hij de borg is van elke belofte van God. Waarom? Omdat Hij in staat is. Om elke belofte van God te vervullen. Dat is onze zekerheid, dat is onze hoop die wij hebben. Daar mogen we aan vasthouden. En de uitwerkingen van Gods woord, die zijn zo zo groot. Wie wil er meer geloof in zijn leven? Ik wil ook meer geloof in mijn leven. Weet u wat het tegenovergestelde is van geloof? Ongeloof. En ongeloof leidt altijd tot ongehoorzaamheid. Altijd. Sterker nog, ik kwam er laatst ook achter, er staat in 1 Johannes 5, vers 10: dat ongeloof maakt God tot een leugenaar. En dat is niet. Dat is, God is geen leugenaar, dat is de vijand. God is de waarheid. En als ik dan zie aan de handen die u, die u opsteekt en daarmee het verlangen uitspreekt om te leven vanuit geloof en meer geloof te ontvangen in uw leven, daar verlang ik ook naar. We verlangen daarna met elkaar om te leven vanuit geloof en door geloof. En weet u hoe er meer geloof komt in ons leven? Staat in Romeinen 10, vers 17, daar staat dit. Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Dus geloof komt door te horen en het horen komt door het woord van God. En horen betekent met verhoogde belangstelling, met verhoogde aandacht, luisteren naar de boodschap van het Woord van God. En die proberen te begrijpen. En dat vraagt tijd en dat vraagt energie. En tijd en aandacht van ons. Maar als we dat doen, dan gaat er geloof ontstaan in ons leven. Maar als je tot de conclusie komt dat er nog weinig geloof is in je leven, dan zou het misschien wel eens kunnen zijn dat we te weinig tijd besteden. Aan het woord van God. Want dan krijgt het, de, het woord van God niet de kans om diep geloof in ons hart te bewerken. Maar laten we dan weer opnieuw het woord van God erbij pakken en erin gaan schatgaven. Want het gaat geloof zetten en brengen in je leven. Het tweede is dit: het woord van God brengt ook overwinningen in je leven. In Hefeeze 6, vers 17, daar staat dat het woord van God. Dat is het zwaard van de geest. Het zwaard van de geest is het woord van God. Hier zie je ook weer de Heilige Geest en het woord van God. die horen bij elkaar. Het is en en. En God heeft ons een zwaard gegeven, een geestelijk zwaard. om elke aanval van de duivel af te slaan, te doorbreken. En een soldaat zonder zwaard, ja, die is echt in levensgevaar. Dus het is heel belangrijk dat wij als discipelen van Jezus leren om het zwaard te hanteren, om het zwaard te gebruiken. En daarom is het zo ontzettend belangrijk dat je de Bijbel erbij pakt. En je laat onderwijzen door de Heilige Geest, je ermee laat vullen. En dat je ook leert hoe je het woord van God gaat hanteren als je wordt aangevallen door de duivel. En ons grote voorbeeld, de Heer Jezus, daarover kun je lezen in Lukas 4, daar wordt de Heer Jezus tot drie keer toe verleid in de woestijn. En de duivel die begint iedere verleiding met een woord van God. Want de duivel kent het woord van God, maar hij gaat het woord van God gaat hij verdraaien, zoals hij altijd doet. Maar hoe reageert de Heer Jezus erop? Er staat geschreven. Hij verwijst naar het geschreven woord van God. Hij kende het woord van God, Hij is het woord van God. En dat is wat Jezus ons wil leren, door die, door die geschiedenis heen. Dat wij het woord van God gaan pakken, dat we het gaan hanteren als een zwaard. Want het is een bron van kracht voor ons. Maar dan is het wel van belang dat we het woord van God kennen. En daarom, daarom waarschuwt de profeet Hosea ons ook in Hosea 4, vers 6. Dat zijn volk ten gronde gaat door een gebrek aan kennis. En daar gaat het over de kennis van het woord van God. En dat is een heftige boodschap. Als wij het woord van God niet kennen. Dan, zijn, dan blijven we zwak, dan zijn we echt een gemakkelijke prooi voor de vijand. En de vijand die wil dat we onwetend blijven over de kracht en het gezag van het woord van God. En dit is het laatste wat ik wil zeggen. De laatste twee uitwerkingen van het woord van God. En er zijn er veel meer. Maar het woord van God is zo mooi. Het woord van God reinigt ons. Jezus zegt in Johannes 15 vers 3. U bent al rein vanwege het woord dat ik u tot u gesproken heb. Dus het woord van God reinigt ons. Zoals water ons reinigt, zo reinigt het woord van God ons ook. En daar blijft het niet bij. Het woord van God heiligt ons ook. Want Jezus bidt tot de Vader voor zijn discipelen in Johannes 17, vers 17. En dan zegt hij: Heiligen door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. En daarmee zijn we eigenlijk weer gekomen bij de thematekst van dit seizoen uit 1 Petrus 1 vers 15 tot en met 16 waarin we worden opgeroepen tot een heilige levenswandel waarin staat er staat geschreven wees heilig want ik ben heilig. Weet u, de ene kant van de medaille is dat we al in Jezus heilig verklaard zijn. Maar de andere kant van de medaille is is dat heiliging ook een proces is waar we doorheen gaan en ook daarin heeft God voorzien in alles. Want Hij heeft zijn heilige geest gegeven in jou en mij om steeds meer op de Heer Jezus te gelijken, om heilig te worden. En tegelijkertijd heeft Hij ook Zijn Woord gegeven om ons te heiligen. En hoe heiligt het Woord van God ons dan? Door de vernieuwing van je denken. Door de vernieuwing van je denken ga je denken zoals God denkt. En ga je dus ook op een andere manier leven. En dat maakt dat het Woord van God een wonderboek is. Vol van wonderen, maar ook de manier waarop het tot stand is gekomen. En ik hoop en ik bid, ik heb er echt voor gebeden, dat de Heilige Geest deze ochtend weer opnieuw een vlam in je hart heeft doen laten ontstaan. Net als bij de Emma's, Dat die je hart in brand heeft gezet om opnieuw het woord van God tot je te nemen. Te gaan overdenken, om het samen met elkaar als gemeente te gaan lezen. Om het in je eigen stille tijd te gaan lezen, om in je eigen stille tijd de Heilige Geest te gaan vragen: Heilige Geest. Openbaar mij wat de, de rijkdommen zijn van het Woord. Openbaar mij wat hier staat. En als je gaat schatgraven in dit Woord, ga je God als grootste schat ontdekken. En daarmee wil ik je zegenen. In Jezus' naam. Amen.